je ziet van alles natuurlijk. Mooie mensen, minder mooie mensen. Maar het gevoel dat iedereen zichzelf mag zijn. Wie ze is of hij is. En dat men dat viert ook. Dat denk ik van God, dat moeten ze kunnen zien op de Antillen. Zo kan het ook. Deze spontane mevrouw is Marietta. Ze droomt ervan dat alle Antillianen volledig openstaan voor elke seksuele geaardheid. En leidt ons daarom rond op de Tilburgse Roze Maandag. Ik woon in Tilburg vanaf 1973. Het is mijn huis, het is mijn thuis. Als ik op vakantie ben geweest en ik kom weer in Tilburg aan, dan voel ik me fijn. Alles goed? Marietta is maatschappelijk erg actief in Tilburg. Ik ben bezig zowel met Caribische ouderen, maar ook met Nederlandse ouderen. En ik vind het gewoon fijn. Het geeft me een goed gevoel. Marietta heeft bijeenkomsten voor Antillianen georganiseerd om te praten over seksuele diversiteit. De weerstand bij Antillianen verraste haar. Hier in Tilburg heb ik een goede kennis die travestiet is. Ze ziet er mooi uit als travestiet. Maar als ik hem vraag, kom een keertje, dan gaan we een gesprekje houden. Dan is hij er niet voor te vinden. Maar ook de Antillianen die wel aanwezig waren, hielden de boot af. Als je een microfoon bij ze hield en gewoon een vraag stelde, wat denk je ervan? Wat vind je erop van? Dan weigerde ze te antwoorden. Marietta kan zich erg boos maken wanneer haar eigen Antillianen zich afsluiten voor seksuele diversiteit. Woede. Boosheid. En ik denk van, denk na. Kijk om je heen. En leer. Het praten over seksuele diversiteit in onze gemeenschap is heel belangrijk. En het moet gewoon worden. Want wij Antillianen zijn homofobisch. Dat betekent, zodra je met een homo staat te praten of met homo of een lesbische praat, vindt men, oei, wie weet is hij of zij ook. Of kom niet bij mij in de buurt. Ze denken dat het een ziekte is dat ze misschien overslaat op hun ook. Dat ze zo moeilijk praten over seksuele diversiteit is omdat men zo erg bezig is met dat machismo gedoe. En zelfs mensen waarvan men denkt of men haast zeker weet dat ze een homo zijn, die voelen zich gedwongen die houding aan te nemen. Kijk, ik ben een man, ik heb zoveel vrouwen en ik doe dit en ik doe dat. En terwijl het niet zo belangrijk is, snap je? Je bent een mens en je moet gewoon een menswaardig bestaan hebben. Daarom is Marietta erg blij met de Antillianen die wel openstaan voor seksuele diversiteit. Haar ultieme voorbeeld is de Douche and Proud Boat dat Antillianen vertegenwoordigt tijdens de Gay Pride. Geweldig! Geweldig! Een geweldige ervaring die ik nooit meer vergeet. Het gevoel van dat je deel uitmaakt van zo'n groep die zich wil laten kennen. Die vecht voor zijn rechten. Dat wij als Antillianen een klein stukje meegeholpen hebben. Ons te laten zien dat we ook meetellen. En te laten zien dat ook onze Antilliaanse homo's, lesbiennes belangrijk zijn. Met de Douche en Proudboot als voorbeeld gelooft Marietta dat veel meer Antillianen kunnen openstaan voor seksuele diversiteit. En volgens haar begint het bij de opvoeding. Als ik
bedenk hoe ik zie dat kinderen opgevoed worden binnen onze gemeenschap. Jongens en meisjes. Nog steeds, de jongens worden voorgetrokken. Die hoeven niks te doen. De meisjes, die moeten het liefste leren koken enzovoorts. Dat bedoel ik met opvoeden. Emancipatie. Gelijkstellen. Als je daar al begint, hè, dan heb je ook kans dat seksuele diversiteit een stapje dichterbij komt. Want iedereen is gelijk.